Goedemorgen, het is maandag. Het is vroeg, het is extra vroeg, want vandaag ga ik iets vroeger sporten, omdat ik vandaag opnames heb. Dus lekker vroeg uit de veer om lekker te sporten, personal training. Nee, het lijkt nu net alsof ik soort van sarcastisch ben ofzo, maar dat bedoel ik niet hoor. Ik bedoel, ik vind het nog steeds heel leuk, alleen ik haat heel vroeg opstaan. Sporten en dan daarna heb ik opnames voor Opel en ik moet tussendoor voor een campagne een soort van dingen uit gaan werken, een heel plan. En dat moet ook nog tussendoor, dus ik denk dat ik dat in de auto, want ik word gelukkig opgehaald door een chauffeur, dat is wel super chill. En dan kan ik het misschien in de auto doen, ja, of ik doe even een dutje in de auto, want ik ben echt zo gaar. En ik ga dus met Opel filmen, dus ik ga ook auto rijden en zo. En ik moet wel helder zijn. Ja, of ik neem mijn laptop mee en ik doe het erna op de terugweg. I don't know. Ik weet het niet. Laten we... Oh ja, nee. Nee. Nou ja, die opname die duurt tot 4 waarschijnlijk. En ik moet... mijn deadline is 5. Ik neem mijn laptop wel mee. Oké. Dit is meer voor iets voor in mijn hoofd hoor. Het is niet heel goed voor de vlog, dit soort dingen. Maar, we gaan sporten. Oké, wij zijn onderweg naar sporten. En hier liggen vuilniszakken. Die naar de kleding gaan. Vol met kleding. De golden hour in de ochtend. Oh nee. Oh, er is iets fout gegaan. Tess is was net thuis aangekomen na een training, nog vroeger. Maar. Dus nu kan het niet meer. Dus nu gaan we even zitten. Nou ja, kan gebeuren, want ik had het vorige keer, ja, toen was ik ook niet. Wij hebben ons ook wel eens geslapen. Wij hebben ons ook wel, dat zij ons wakker belde van ja. Waar zijn jullie? Ik ga wel buiten hardlopen, maar we kunnen nu langs de kringloop, heel rustig. En de boksen ophangen en ik ga lekker buiten wel hardlopen. Zo. Ze hebben dat misschien, zo'n opblaasbal. Wie? De kringloop? Ja, het was een pomp voor zullen de... We, ja, zullen we daar even nu gewoon even rondlopen dan? Ja hoor. Tijd. Ja. Ik ben ook verlaafd hardlopen, het is echt heel koud nu ook. Maar... Vanavond is ook hartstikke koud, schat. Dat is waar. Maar dan, je kan ook gewoon lekker boksen, hè? Hoe laat is de kringloop open? Ja, daar komen we vanzelf achter. Change of plans, we gaan even op de koffie bij Fox ouders. De kringloop is nog niet open. Nee. Dus even op de koffie. En dan even langs de kringloop. Dan langs de kringloop en dan gaan we straks dan maar naar huis. Ja. Maar, ja, ik wil me op een gegeven moment gaan klaarmaken. Haar, make-up. En dan Giro. Oh, en de boksbal gaan we even ophangen. Oké, we zijn bij Foefie's ouders geweest. We hebben net de spullen gedropt hier. Het was vervolgens gezellig, dus we gaan heel snel weer terug. Anders konden we nog wel even kijken binnen, maar... Yes! En wij zijn weer thuis. Ik ga dus vandaag racen. En toen dacht ik ineens, ik kan eigenlijk wel gewoon deze auto aanhouden. Want ik krijg ook zo'n pak aan als het goed is. Dus, dat is easy. Nu ga ik even een soort van tweede ontbijt doen. Ik ben daar verbouwd. Oeh, ik ben niet wakker. Dan ga ik me opmaken en mijn haar doen dus. Nom nom nom. Alright, ik ga even een gezicht creëren. Ik heb heel veel gepeeld de laatste dagen. Omdat mijn huid zo slecht is. Ik heb die foundation gelijk in de weggeefpak gedaan. Want op het moment... weet je hoe ik herken dat ik door een product een slechte huid krijg? Omdat ik dan echt op de meest rare plekken puistjes krijg. Zoals dus hier. Maar ook gewoon, zeg maar, echt plekken waar ik nooit puistje heb, heb ik ineens heel veel puistjes tegelijk. En dan weet ik gewoon, oké, ik heb iets opgesmeerd wat niet goed is gegaan. En het enige wat je kan doen is peelen. Dus peelen, peelen, peelen. En dan haal je zeg maar laagjes huid weg. En dan op een gegeven moment is het weer goed. Maar ja, toppie. Let's do makeup. Oh, dammit, de chauffeur is veel te vroeg. Dammit. Ik dacht, ik ga heel rustig lekker op mijn... Oh, ik heb mijn haar ook helemaal niet gedaan. Ik kreeg heel veel lieve complimentjes over mijn knutje laatst. Ik denk dat ik mijn haar maar weer een knutje ga doen. Nou, dat wordt dan... Ik heb mijn basis erop en dan nu... Zo. Dammit. Oké, snel, snel. Oogpotloop, mascara en lipkleur. En een knutje. Oké, ik heb weer het knutje gemaakt. Oh, dit is niet goed. Wacht. Nee, die moet erin. Oké, beter. Zo. Tadaa. Oké, okay, look of the day. Dit is een Purse Crooks hoodie. Deze Asics. Een soort van sporty, I don't know. Ik weet niet wat ik met mijn haar wil. Ik ben er niet heel blij mee. Als je houdt van rommel, knotje even tussendoor. Moet gaan, maar moet je zo kleine stukjes eruit trekken. Ik krijg een beetje dat semi-warrige. Dit stukje ben ik niet blij mee. Maar ik fix het wel in de auto zo. Let's go. Ik zit in de motor. We zijn onderweg naar Lelystad, waar we opnames zijn. Ik ben net afgezet door deze leuke auto. Kijk eens waar we zijn. Lelystad.
Kijk eens, hier ga ik zo in rijden over het circuit. Deze toch? Kijk, daar ga je met Timo in rijden. Cool. Kijk. En ik ben klaar met opnemen. Hartstikke misselijk. Ik heb echt net keihard gereden. Het is wel heel erg leuk. En binnenkort dan komt dit naar buiten. Allemaal filmpjes. Nu is Faya aan het filmen. En ja, dat is lachen. Ik ben thuis, Siem zit al de hele tijd zo, sinds ik hier ben. Ga je nog een positie veranderen of is het gewoon... Ja, het is al vast... Oh ja, daar gaat hij. Oké, het begint donker te worden. Ik ga even hardlopen buiten. Dus, ik zie die zo weer. Ga ik met telefoon of niet? Ik denk het wel. En dan met mijn AirPods in. En dan gewoon even rondrennen. Dus even hardlopen voordat het helemaal pikdonker is buiten. En dan vind ik dat een beetje... Om mijn eten gaan rennen. Dus let's go. Oké, grootste fout ever. Ik heb voor het rennen mijn eiwitshake genomen. Ik had een beetje honger. En we hebben nu bezoekje op je sir. Dus we wilden even iets lekkers samen eten en zo. Maar ik dacht, ik heb nog een beetje honger. Ik had echt niks in huis. Ik dacht, weet je wat? Ik doe mijn eiwitshake wel ervoor. Never again. Nou, niet meer doen. Nee. Alright, we gaan de jacuzzi in. Met z'n drieën. Vorige keer zei ik dat ook. Zeg ik met z'n drieën. En toen had iedereen gecomment. Met z'n wie's derde. Maar toen hadden we twee vrienden op bezoek. En nu hebben we ook een vriend op bezoek. Maar ik vlog dus niet altijd iedereen die er is. Soms bewust. Soms vergeet ik het gewoon. Weet je, zeker als je met vrienden bent. Dan vergeet je gewoon soms te filmen. Vaak eigenlijk ook. Dus ja, that happened. Waar is mijn handdoek hier? Hoppa, handdoek mee. Hoep, jacuzzi in. Alright, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga nog heel even werken op de laptop. Ik moet toch even een deadline halen van iets. Ik had de laptop niet mee in de auto. Gelukkig maar, want uiteindelijk dat had ik niet getrokken. Maar ik heb wat op mijn telefoon kunnen doen. Maar niet, wat zeg ik? Ik heb wat op mijn telefoon kunnen doen, maar niet alles. En nu ga ik nog een beetje op de laptop werken en lekker slapen. Het is middernacht geweest. We hebben moeten 9 uur opstaan morgen. Waarschijnlijk hoor ik aan mezelf wel eerder wakker, maar ja. Nou, dat is, dit is mijn life. Nou, en ik ga even zo zelf ruilen. Ik heb heel goed gescrubbed. Ik had al voor de jacuzzi... Dan douche je even, weet je, even alle vet eraf en zo. En dan heb ik heel goed gescrubbed. Ik dacht, lekker die warme jacuzzi in, lekker geweekt. Toen kwam ik eruit en toen heb ik snel afgespoeld. En nu ben ik zo, zeg maar, dit zeg maar echt mijn eigen huidskleur. Zonder zelfruiner. En mijn huid is dramatisch en toen nog steeds. Maar goed, dus straks zelfruiner en dan morgenochtend wakker worden met het hen. Dus ja, morgen een aantal afspraken. That's it. Dus wel tussen bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Bye.